Dat zegt iedereen, hè? Ja, maar wij vinden dat ook. Op 20 maart gaan we naar de stembus voor de waterschapsverkiezingen. In de Leidse regio doen acht partijen mee die het Hoogheemraadschap van Rijnland willen vertegenwoordigen. Waar gaan deze verkiezingen eigenlijk over? In zeven afleveringen gaat journalist Chris Aalberts met een aantal lijsttrekkers in gesprek over wat er te kiezen valt. Wat het waterschap doet is niet gratis en we betalen allemaal waterschapsbelasting om de kosten van het waterschap te dragen. In deze aflevering praten we over de vraag wie die waterschapsbelastingen moeten gaan betalen. Boeren, bedrijven, inwoners of moeten de minima ook mee betalen? Je merkt een eerlijke belasting aan dat je als inwoner gewoon moet betalen voor het water dat je verbruikt. Wat je vies maakt, wat je doortrustpoelt door het toilet. En wij maken dat weer voor je schoon. Dus dat is gewoon redelijk als je daar een prijs voor betaalt. Intensieve veeteelt, intensieve landbouw en grote bedrijven vervuilen het water meer dan inwoners. Daarom vinden wij dat deze partijen meer moeten betalen voor de taken van het waterschap. Hogere lasten voor de bedrijven. Hogere lasten voor de boeren en absoluut lagere lasten voor de inwoners van dit gebied. Boeren moeten meer betalen als ze vervuilen. En als ze een bedrijfsvoering hebben die niet vervuilt, dan mogen ze van mij ook minder betalen. De agrarisch betalen ook zeer behoorlijk. Dus wat dat betreft, denk ik van nou, laten we nou eens naar het hele pakket kijken. En dan zijn wij als VVD ervan overtuigd dat het er gewoon veel redelijker, de verdeling veel redelijker naar uitziet. Als dat collega's ons soms willen doen geloven. Ik vind, hè, als je even kijkt naar. Uh, boeren hebben veel land. Uh, en die betalen naar RATO. en dat wordt wel eens vergeten. want er wordt heel makkelijk gezegd. oh, die boeren kunnen wel wat meer betalen. maar die betalen al heel veel. mag de belasting omhoog? Heel duidelijk nee. De AWP is de enige partij. die voorstellen heeft gedaan. om de waterschapslasten te verlagen. En dat verlagen, dat kan. maar dan moet je efficiënter werken. Wij hebben een, een club mensen. die uh, inhoudelijk heel sterk is. en wij vinden. Dat de efficiëntie die gemeenten ook hebben aangebracht, dat die ook in de waterschappen moet worden doorgevoerd. Als wij extra inspanning gaan leveren, die gaat wel omhoog, maar we proberen elke keer te kijken, wat betaal je nou over een periode van 10 of 20 jaar, meer of minder? En de investeringen die wij nu doen in duurzaamheidsmaatregelen, die zorgen ervoor dat jij en ik over 10, 20 jaar minder uit onze portemonnee aan het waterschap betaald hebben, ondanks dat we nu eerst inderdaad meer gaan betalen. Een kleine verhoging nu is beter dan een hele hoge verhoging over een aantal jaren. Wij vinden overigens wel dat je um, bij belastingontwikkeling moet zeggen. Nou ja, je hebt een bepaald uh, budget in de begroting. En in principe moet je het daarbinnen doen. Dus wij zijn niet voor verhogingen voor de belastingen om problemen op te lossen. En hoe zit het met de minima? De VVD vindt dat de minima hiervoor niet gecompenseerd uh, hoeven worden. Want als je naar een uh, nieuwe tariefstelling gaat, dan kun je wel zeggen dat. ...de Minima minder betalen dan, uh, dan de andere inwoners of de andere belastingplichtigen. We vinden het belangrijk dat als mensen om welke reden dan ook uh, belastingen niet kunnen betalen, dat de overheid dan uh, die kwijt kan schelden of verminderen. Dus wij zijn, zijn uh, waterschappen die dat inmiddels hebben afgeschaft. Daar zijn wij geen voorstander van. De Partij voor de Dieren vindt dat minima minder belasting hoeven te betalen. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. De PvdA is echt heel helder. Wij zijn voor kwijtscheldingsbeleid. Die mensen die het gewoon niet kunnen betalen, die kan je uh, achterna gaan jagen en deurwaarders erop afsturen. Maar je kan ook gewoon zeggen: nee, daar hebben we een kwijtscheldingsbeleid voor. Iemand die niets heeft, daar kan je het ook niet van vragen.